Hallo kijkers, toch weer kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft One Block. Dit is een soort van Minecraft, maar dan heb je maar één blokje. En als je dit blokje weg kan hakken, komt er ook meteen een nieuw blokje. Dus te spelen op deze server, het is de DTG server. En ja, Minecraft One Block is toch wel leuk om te doen. Ik had het ooit al eens eerder gedaan. Dat was ondertussen al nog net iets langer dan een jaar geleden of zo toen ik het voor het laatst gedaan heb. En dat was wel leuk. Dus ik ga het nu weer opnieuw doen. Maar deze keer in plaats van alleen een single player, doen we het op een server. Oh ja, we krijgen zand. Maar dat zand valt natuurlijk meteen naar beneden. Dus ja. Oh. Hé, we hebben een varken. Een varken. Oké, ik ga proberen dat varken in leven te houden. Misschien heb je ook een leuke naam voor dit varken. Oh, we hebben er opeens twee. We zitten wel op mijn overbevolking aan varkens. En hier hebben we een koe. En misschien moet ik toch dit platform een beetje uitbreiden. Zodat er toch een beetje meer ruimte is. Misschien even vertellen over mijn dag van vandaag. Ja, vandaag heb ik meegedaan aan een quiz. Het was wel leuk om weer eens mee te doen aan een quiz. En we waren met drie groepen. En ja, de drie groepen van en elke groep had ongeveer drie spelers. En wij werden tweeders. Van de drie groepen die er waren. Dat was wel leuk. En gisteren deed ik ook nog mee aan een spelletjesavond. Dat is ook wel leuk. Om af en toe eens te doen. Gewoon gezelschapsspelletjes. Is vooral leuk als het met de familie is. Ja. Gisteren was niet mijn familie. Het was gewoon mijn organisatie die dat organiseerde. En wat is dit? Wetterfalling. Oké. Kijk de kist nog. Ja, de kist krijg ik. Die stop ik hier dan even, de kist. Vervelend is wel dat die koe daar de hele tijd blijft staan. Maar we maken later wel een plek voor onze koe. Hé, hey, een kip. Hopelijk dropt deze kip heel veel eieren. Dan kunnen we meerdere kippen krijgen. Hopelijk is dat steeds de hele tijd switchen van pickaxe naar mijn pijl. Ik ga een stenen pickaxe maken, dat gaat veel sneller. Ik kan die houten pickaxe ook weg. Oeps, ik heb ongeluk de kip geslagen. Dus nu moet ik oppassen dat ik die niet weer sla. Uiteindelijk gaan we later ook even een mob farm maken, maar zover zijn we nog niet. Hier de dieren farm maken. Aan beide kanten. Dit is ook met verschillende levels en per level is ook een nieuw thema. En dan kan je verschillende blokken krijgen, dus volgens mij een oceaan thema en een villager. Dus die villager blijft even veilig daar. Moet oppassen, want soms kunnen er ook monsters spawnen in plaats van vriendelijke mobs. Gelukkig zijn er nog geen monsters tegengekomen. Maar ja, vooral bij de latere levels zijn er moeilijke monsters. Misschien moet ik hier gewoon een hek rondheen plaatsen. Is misschien geen slecht idee. Ah, nu kan ik pas veilig. Nu kan ik pas hacken zonder dat ik gestoord word. En jij weer ijzer. Oh ja, rechts kan je ook zien wanneer de volgende fase is. We zijn nu bij de plains fase. En ja, het duurt nog even voor we bij de volgende fase zitten. Dus
blijf gewoon nog even hakken, maar ja, ik denk dat dit wel leuk is voor de eerste aflevering. Zeker een plan om nog verder te gaan met deze serie. Er komen hier heel veel afleveringen van online. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video dus. Doei doei!